Ik moet eronder rijden. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Eronder, 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 eronder. Pak hem. Springen, Jimmy. Springen, Jimmy. Spring nou. Hey. Ja, daar ben ik weer. Oh god, daar ben ik weer. Wow, ja, we zijn weer in een opname. Hallo, welkom terug. We zijn vandaag met Michael, zoals ik al de vorige episode verteld had. Van, wow, we gaan een keertje met Michael, maar daar zijn we dan eindelijk met Michael. En ja, ik ben met mijn pa. Kijk. Mijn pa? Nee, ik ben met mijn vader. Ik heb dat betekent dat ik weer op een goede computer zit. Ik heb een mooiere graphics. En we gaan beginnen. We gaan naar de missie. Let's go! Vergeet trouwens niet even een blauw dumpje omhoog te doen. En even te subscriben. Tot zo. Daar zijn we dan. We zijn zonder... Oh, ik wou zeggen, we zijn zonder crash overgekomen, maar... Oké. We zijn aangekomen bij locatie, bij Michael's huis, zoals jullie ook al kennen als Frederik's huis. En you can sleep in the bed to save your game. Oké, dat is dope. Dat kan lekker, maar ik heb ook mijn mobiel om te saven, dus dat gebruik ik maar gewoon. You can change clothes in a wardrobe. Oké, dan kan ik gewoon omkleden. We gaan even gelijk kijken wat hoe ik eruit kan zien. Misschien kan Michael er anders uitzien. Walk around the house and find various activities to take part in. Oké, nee, maar we gaan gewoon de missies doen. Fuck die activities, die komen later wel een keertje. Michael, geen gun in je handen. Gun weg. Die auto's ook gelijk gone ofzo. Oké. Oh, volgens mij activeer ik gelijk de missie. Oh, dat is wel nice. Let's go, boys! Oh, zo. Nou, hier hebben ze wel boos de deur dicht. Oké, blijkbaar is deze missie een dag later, want... Oh, sorry! We gaan even snel de ondertiteling aanzetten, let's go! Oké, ze zijn een beetje aan het ruzien en Michael denkt van... Ah, fuck it, weet je, ik ga lekker met mijn sigaartje. Een beetje chillen. Een beetje met je whisky, je sigaartje, oortjes in. Haha, does it care, you know. Zet je mijn muziek maar aan, Michael. Don't care anymore. Kijk, zie je? Dit is lekker. Oh boy! It's your boy Franklin! Hey, hi Mike. Oh, dat zien jullie niet. Mike is online. What do you want? What do you want? Franklin, komt even chillen. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. Damn, Franklin komt even chillen. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. Damn, it's lekker chillen met z'n tweeën. Okay, it's leuk. Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. Okay, hij zegt dat hij met retired is. Okay. You look like a good kid. You look like a good kid. If you want my advice, Franklin is geen good kid. Give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. Yeah. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off. Get paid for it. Okay. Hij zegt dat hij gewoon naar college moet en zo, als hij gewoon goed zijn werk moet doen in plaats van wat hij nu doet, een beetje de auto's stelen. What I saw was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood. Then. Okay. Okay. Maybe I'm here because I'm just an idiot. Episode met alleen maar praten. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Okay. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. Oh, hij gaat een biertje voor Franklin kopen. It's not too far from here. Let's go. Oh shit! Michael gaat lekker een biertje kopen voor Franklin.
Gaan we binnen door? Ik ben benieuwd. Let's take Amanda's car. Oh yeah, Amanda's car. Jimmy, wat wil je? Hey Jim, I'm going for a drink. Dad, shit! I mean our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? Jimmy, je kan zo houden. It's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it, they just want to take it. Oh my god, it. Hij wil niet open. Hiding in the head. Rekkelen aan de kant. You're insane. Dude, ze hebben een boot gestolen van Jimmy. Oké, kom op Franklin. Change of plans. My darling boy is in trouble. Jimmy's boat is gestolen, of Michael's boot. Maar we moeten hem nu dus terughalen, de boot. Let's go, boys. We gaan letterlijk de boot die gestolen. Oh, dit is best een dope missie. Althans, het klinkt heel dope. Oké, let's go, boys. We gaan de boot ophalen. Boy, we zijn er. We gaan, we zijn nog lekker aan het praten, dus het is ook heel interessant in ieder geval. Maar we zijn ongeveer bij locatie nu. En hier ergens zou iets met een boot moeten zijn die wij terug moeten knocken. Oh, damn! De boot! Oh shit, de boot van Jimmy of Michael! Moet hem terugstelen. Oh, achtervolging. Damn, boys. Holy shit, dit is wel heel dope. Oké. Oh, damn, rustig aan met die boot. Rustig aan met die boot. Damn, wie heeft die boot überhaupt al gestolen? Oké. Oh, Franklin, let's go. Franklin, let's go. Wat ga je doen? Wat ga Franklin doen? Oké, hold up. Oh damn. Oh, rustig aan Franklin. Oh, lekker Franklin. Lekker Franklin. Oh. Je kan het Franklin. Doe het Frank. Oh, wat gebeurt er? Franklin die probeert hem te pakken. Get your ass out of here. Pak hem Franklin. Pak hem aan. Oh shit. Zieke fight. Oh shit. Shit! Hij heeft hem eraf gegooid! Lekker Franklin! Nou, nu nakt die boot terug. Wie is dat? Oh boy. Oh boy. Pop! Got him Franklin! Saved you! Goodbye! Hij schiet er even lekker zo in. Lekker bezig Franklin. Michael en Franklin. Oh boy. Oh, dat is hem! Dat is Jimmy! Dat is Jimmy! Let's go Jimmy! Oh nee, Jimmy, oh mijn god. Oh boy. Oh, ik moet eronder rijden. Ik ga eronder rijden. Oh boy. Oh boy. Oh nee. Oh boy. Wat moet ik doen? Oh boy, dit is zo lastig. Dude. Ik moet eronder rijden. Oh fuck. Oh shit. Eronder. Pak hem. Springen, Jimmy. Spring nou. Oh boy. Ik ben er! Spring Jimmy! Lekker bezig! Oké, pak hem. Pap. Dood, oh shit, nog even overrijden. Damn, this is dope! Holy shit. Franklin. Oké. Kom terug, Franklin. Franklin! Kom, go! Oh! Dude, hij is zo snel ineens, die boot. No way dat je ineens zo snel bent. Waar ga je heen? All fucking board? Let's stop this ship from sailing. Nice. Wat gebeurt er met de auto? Nee. Come on, de auto. Come on. Oh, de boot is kwijt. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Dude, stink Jimmy. Fuck jou, man. We hebben die boot dankzij jou kwijt. We hadden zo'n mooie boot. Michael had echt een zieke boot. En nu is hij gone door die stink Jimmy die weer niks kan. Dan moeten we met deze rot auto. Oké, nee, dit was heel dope. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? Dit was dope. I'm not gonna lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. Jimmy vindt niet vet dat Michael zit like, I'm a boat. Scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you say like that. Okay. All you do is
Dude, this is heel low. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. Oké, nee, dit was voor heel dope. We gaan nu lekker terugrijden. Helemaal terug. Oh, 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 oh. We gaan nu helemaal terugrijden naar de beginning. Naar Michael's. Oh nee, niet eens. We gaan helemaal hier. Oké, let's go. We zijn er bijna. We zijn bij de locatie. Van zo'n 500 meter zijn we bij de locatie. Maar dit is heel dope. Dit was echt een enorm dope missie. Met de boot die gewoon gestolen werd. En we moeten hem terugnakken. Damn. Oké, we zijn bij locatie nu wel echt. En volgens mij is hier de Los Santos Customs. Ja, hier is de Los Santos Customs. Oké. Franklin had bij de wij een taxi gebeld voor Michael. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, alright? Okay, taxis kan je met E roepen. Bij zeggen van, yo, taxi, kom eens hier. You see? Jimmy is zeg maar Downey. Get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Oh, die guy is zo Downey, die Jimmy. Echt gewoon... Iedereen even, gewoon even in de chat. Jimmy zegt een Downey. Een Downey. Jimmy Downey. Hebben we een missie nog gehad? Oh nee, go to Michael's house. Gaan we heel even naar Michael's house en het goed is daar klaar. Boy, we zijn er weer. Samen met Franklin en de Jimmy-nader. Dat was cringy. Maar ho, 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 we zijn er. In ieder geval, we zijn weer bij Michael's house met een fully repaired car. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh fuck. Ja, hij is nu weer stuk! Ah, maakt niet uit. Fuck dat. We hebben net gemaakt. Niet dat we nog een keer gaan maken. Let's go, boys. Now Wednesdays. Repaired! En nou, Jimmy. Fuck off. Since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Jimmy, yeah, fuck off. Shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Church, exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever. Oh man, wat is die Jimmy, een autist? Maar we hebben een missie gehad en dan komt hij in een keer. There we go. Michael en Jimmy hebben we nu in ons nummer staan. Michael is dope, Jimmy is een autist. Ik ga de deur nu voor me open als ik wil. Komt-ie? Nee, oké. Okay, Michael opent niet de deur voor me. Feels bad, man. Yo, V-Dog! Oh mijn god, dat is zo cringe. Ik ga niet eens de rest oplezen. Oh mijn god. In ieder geval, dan gaan we weer zoals alle vorige keren. Quick save. Create new save. Azure want to save. I want to save. Dan hebben wij hem gesaved. En dan wil ik iedereen weer bedanken voor het kijken naar deze type video. En deze type video, type is de nieuwe super. Fuck af, laat maar niemand wil met jou praten. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. Dumpje omhoog, like en subscribe. Doe weet ik wat je wil met de video. En zoals gewoon, ja, ik weet, je voelt die auto aangekomen. Maar bijna. Bijna nog geen leven. Oh nee, daar is hij. Doei!